Ja, is erin. Ja, een snaveltje geeft heen en weer. Zie je dat? Grudo zit erop. Hier, heen maar. Hier zit hij daar ongeveer. Vier en vijf. Daar heb je de zes zitten in de ketten. Ja. Hier heb je de drie zin. Ja, klopt. Dat is negen. De gins heb je ook drie zin. Drie, ja. Drie. Ja, drie zin. Ja. Dat is 12. Ja, vandaag was het heel bijzonder. Leonard Rohoff, de coördinator van Twente, die voorspelde dat hier minimaal drie grutonessen meer moesten liggen aan de hand van de mannetjes waar hij heeft gezien. Toen zijn wij vanmorgen daar op zoek gegaan en we hebben er zelfs vijf gevonden, vijf nieuwe grutonesten. Vandaag hadden wij zelfs een gruto, die bleef gewoon zitten. We hingen er met de drone, ik denk een paar meter vanaf. Bleef gewoon zitten. En dat houdt in dat de kuikens met een paar dagen uitkomen. Ik kan het er niet vanuit, maar... Voor mij is het een haas. Ja, de lompa, de haas. Loop net naar boven weg. Ja, doe maar naar boven. Maar nu is de vraag, komen ze uit? We hebben al jonge gruto's op het nest gezien, ook met de drone. En er zijn nu een aantal nesten weg, omdat de jongen daaruit zijn gekomen. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze gepredeerd zijn, dat weten we nog niet. We hebben extra lang gewacht met stokken neerzetten. Als de boer toch later gaat maaien, dan als de kuikens eruit zijn, dan heeft het geen zin om stokken neer te zetten. Met het risico dat de predatoren het spoor vinden en de nesten neergaan. Je moet van de camera.